Dag lieve vrienden, hoe is je daar? Mooi! Hier is het, ja, het weer is ietsje beter. Dan houdt het wel op. En we kunnen vanaf zaterdag, vanaf 7 uur weer naar huis, want de cafés moeten dicht. Goh, dat zou helpen hoor deze keer. Echt. Nou ja. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons agentje opgestuurd? Weet je ook zo mooi, Vin? Dat je nu een QR-code nodig hebt voor de dierentuin. Yes! Dat wordt een doorbraak. Al die mensen die godverdomme in het open lucht buiten naar een zeeleeuw staan te kijken. Dat is het probleem. Nou echt! Zakkie! Van de Subway. 3 broodjes van de Subway. Wat vind ik van de Subway? Nou, ik ben er wel eens geweest. Geef ik jullie toe. Je kan daar broodjes bestellen. Heel moeilijk. 16 verschillende soorten brood. En als je dan eindelijk je broodkeuze hebt gemaakt, dan moet je de keuze maken wat je erop wil. Heb je dat eindelijk gekozen, dan moet je de saladebar kiezen wat je er allemaal op wil. Heb je dat eindelijk gekozen, dan gaan ze zeggen, wil je qua topping, uien, olijven, kappen, weet ik wat. Heb je dat eindelijk gekozen, beginnen ze over kaas, welke soorten kaas. Heb je dat eindelijk gekozen, beginnen ze over het soort saus. Tegen de tijd dat het ding af is, heb je er al geen trek meer in. Want al die keuzestress. Ik vind het een moeilijke winkel. Hier staat op American Steakhouse met honing mosterd saus. Dat klinkt niet vies. Hier staat vegan patty chipotle southwest. Chipotle is een heet pepertje, dus een hete pepersaus met een vegan patty. Een patty is zeg maar zo'n hamburgerschijf, dus dat zal een vegetarische schijf zijn. Ja. Yeah. En dit is teriyaki barbecue. Laten we gelijk maar beginnen bij het ergste. Vegan patty chipotle saus. Een vegetarisch broodje met hete pepersaus. Nou, zo ziet het er dus uit. Het is dus een stokbrood. Helemaal fijn geslagen. En het is een stokbrood met kruiden erop. Leuk. Maar we trekken hem natuurlijk uit elkaar. Ja, als ik hem hier alleen maar op ga zitten vreten, daar heeft niemand wat aan. Oh ja, kijk. Hier zitten dus tomaten, sla en komkommer. En dit, onder een plak kaas, is dus de... Shit. De patty, de vega patty. Dus het is inderdaad een soort hamburgerschijf. Alleen nog vegetarisch. Met een enorme kledder chipotle saus. Nou, we gaan het gewoon proberen. Ja, daarvoor zijn we hier toevallig in een reviewkanaal. Chipotle saus is pittig. Niet te pittig. Lekker pittig. Sla is vers. Tomaten vers. Komkommer vers. Het broodje is een beetje sompig. Beetje sompig brood. Beetje... erg sompel brood. Hoe zit het met die vegetarische patties? Ik moet eerlijk zeggen, vroeger was alles smerig wat vegan was. En tegenwoordig wordt het steeds beter. De vegetarische patties op de vega. Hoe heet dat ding? Ja. Nou, op de vega patty nog wat. Is oké. Okay. Ja, het is niet heel lekker. Er zit maïs in. Ik proef maïs. Eigenlijk wat je heel erg proeft is de hete chipotle saus. Wat een lekkere pittige saus is. En de sla. Ik ga zo... Kijk. Oh, zie je? Er zit ook maïs in. Ik vind het al zwaar naar maïs. Er zit gewoon een hele maïs ding in. Ik ga dit eens even zonder broodje eten. Met zo min mogelijk sla. Hier zit echt hele stukken groente in. Dat vind ik dan wel weer leuk. Die vega patty. Patty. Die vega patty is geen reet aan. Smaakt naar niks.
Alleen een mais. Nou, dat is niet interessant. Goed, dat was de vega. Dan gaan we naar de teriyaki barbecue saus. Teriyaki is kip. Kip teriyaki. Japans. Dus dat is een kip in teriyaki saus. Hebben ze die gemarineerd. Nou, in elkaar gebeukte halve stokbrood. Sla. Ah, kijk. En hier is er dan de kip. Ja, het is in een slagveld. De kip teriyaki. Ook met een beetje kaas. Ja, is kip teriyaki vies? Nee. Nee. Hier zit barbecue saus op. Ook hier is de saus niet overheersend. Vaak spuit ze ergens saus op. Dat je denkt, als ze net goed een hondendrol tussen het broodje kunnen stoppen. En met zo'n emmer saus, dan maak je alles goed. Bijvoorbeeld bij de Big Mac. De Big Mac zonder saus niet tevreden. Hier valt het heel erg mee. Want ik proef namelijk de sla, de komkommer, de hele teerbende. Proef ik nog gewoon met hun eigen smaak bij. En ik proef de kip teriyaki. Dat is gewoon een stukje kipfilet. Prima. Kijk, die dingen zijn natuurlijk al gaar. Die worden dan gaar op het broodje gemieterd. En dan gooien ze het broodje nog een keer onder de grill met een beetje kaas. Dan zou je zeggen, dat wordt overgaar, dat wordt hartstikke hard. Is het niet, die teriyaki is nog zacht. Niet droog. Kip is helemaal niet droog. Prima broodje. Prima kip teriyaki. Punt is alleen, het broodje is gewoon, het is geen interessant broodje. Ik denk als je dit met een stokbroodje doet die wat harder is, dus wat dus meer knaspert, knispert en niet zo'n washandje, dat je nog meer feest hebt. Want het lijkt wel of je een gezond broodje eet. Alleen dat sompige, dat platgedrukte, kleffe brood, maakt er weer het gevoel dat je in een snackbar bent. De allerlaatste is American Steakhouse. Klinkt goed. Met honingmosterd. Klinkt ook goed. Ben gek op honingmosterd. Dat is punt niet. Ik moet eerlijk zeggen, begon een beetje negatief met die Subway-bende. Maar zo langzamerhand valt er weinig over te zeuren. Zijn best goede broodjes. Wat zit er hier tussen? Ja, mijn slabende. Kijk. Hier zit een enorm, ik weet niet wat het is. Ja, een steek. Dat zat mij. Wat is dat nou, godsnaam? Dat ziet er dan niet uit als een steek. Dat is in elkaar gefrutseld. Een steek is één stuk vlees. Dit is meer een soort in elkaar geplakt, gehakt ding. Met honing, mosterdsaus. Nou, of noemen ze het daarom steakhouse? Dat het zeg maar, is van. Een broodje groentewinkel, maar er zit dan geen groente op. Of een broodje steakhouse zonder steak. Nu bereik mij als bericht dat ze zeggen, Jan, waarom zit je zo onsmakelijk snel die broodjes in je bakkers te douwen? Ik kan ook een review maken van een half uur, maar daar is ook niet zoveel aan. Hè? Dus het moet snel. Ja, zo is het leven tegenwoordig. Snel, snel, snel. Proeven, zeggen wat je ervan vindt en klaar. Kunnen jullie ook weer verder. Interessant. De steakhouse, God mag weten wat dit is voor vlees, is werkelijk smakeloos. Dit lappe vlees is zo'n mega, mega goedkope hamburger. Die helemaal in elkaar geperst is van allemaal resttroep. Die hebben ze bij elkaar gemieterd. En met eiwit aan elkaar geplakt. En zeiden ze, maar dit is leuk. Dit stukje vlees staat helemaal nergens op. Kijk, daar hebben ze dan voor de leukerheid strepen ingezet. Alsof het dan op de grill heeft gelegen. Heeft nooit één seconde op een grill gelegen. Dat proef je. En dat is het meest smakeloze stukje vlees dat ik in mijn hele leven heb gehad. Ik zie niet eens peper en zout in. Drie broodjes van de Subway's. Was lekker. Ja, was prima. Waren sommige tegenvallend? Zeker. Was het helemaal te gek? Nee. Het is tijd voor de cijfertjes.
voor de Subway broodjes. En ik had dus een Vega, een kip teriyaki en een steakhouse. En de steakhouse was niet te vreten. Steak, als dit steak is, dan ben ik Brad Pitt. Dit is klonterig in elkaar geplakte bende. Het smaakt er niks. Die zwarte streepjes alsof het op een barbecue heeft gelegen. Helpt ook niet echt. Ja, en dan wat blijft er dan over? Dan blijft er een sompig broodje over. Ja, met een beetje sla. Met een beetje dressing. En een vies stukje vlees. Waardeloos. Steakhouse broodje van de Subway's is waardeloos. Bende en niet te eten en niet leuk en ook niet gezellig. Je krijgt van mij een 4. Gadverdamme. Het Vega broodje met de Vega patties. Is prima. De... Verdomme. Die Vega patties smaken gewoon eigenlijk een beetje naar mais. Voor de rest smaken ze niks. Maar ze zijn wel helemaal vega. En die patties die halen het broodje eerder omhoog dan naar beneden. En dan heb je gewoon een broodje met sla. Sompig broodje. Maar een broodje met sla. En grappige vega naar mais smakende patties. Prima. Gewoon een 6. Ja, ik zou het niet bestellen. Maar wel een 6. En de winnaar is Subway's kip teriyaki met barbecue saus. Prima, kip teriyaki is gewoon lekker, barbecue saus lekker. Gewoon een lekker broodje. Als je broodje denk ik. Lekker broodje, vies, mwah. Lekker. Maar is het broodje teriyaki genoeg om een lange brief naar huis te schrijven? Nee. Prima, oké, okay. Niet fantastisch, 7. Zo, ik heb weer genoeg gegeten, het past er net niet in mijn dieet. Maar goed, het is wat het is. Jullie weten in ieder geval wat je wel niet moet bestellen bij de Subway. Ja? Nou, dag!